Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay. Dit gaat waarschijnlijk een redelijk lange video worden, want ik heb helemaal niks voorbereid om te gaan zeggen in deze video. Maar ik heb flink wat te zeggen in deze video. Het is namelijk een redelijk belangrijke video. Het gaat namelijk over de Serpent Server. Een server die ik meer dan een jaar gehad heb, die gaat namelijk dicht. En heel veel mensen zullen nu meteen in de stress schieten en al dat soort dingen. Het komt allemaal goed. Ik ga ondertussen gewoon een beetje rondlopen in deze creative wereld die ik vet lang geleden gemaakt heb. Ik heb namelijk alleen maar het Dolf laten zien tijdens de video waar ik al mijn Minecraft werelden liet zien. Ik heb veel meer. Moet je dit zien. Dit is vet mooi. Moet je zien. Loopt hier op. Als het goed is, werkt hij nu. Ja, kijk. 1 voor 1 gaan al die sluizen met water open. Wauw. Ik vond het best wel cool. En dan kom je hier en als het goed is stort dan zo dit hele deel in. En ik weet het allemaal niet meer, joh. Laten we gewoon beginnen bij het begin. Waarom ben ik ooit die server begonnen? Helemaal het begin van mijn leuke YouTube-kanaal, toen ik echt nog 30 abonnees had en video's maakte met Jur. Kreeg ik gigantisch vaak. Nee, zeiden wij eigenlijk bijna in iedere video. Hey kijkers, het lijkt ons super tof om met jullie te gamen. En later word je dan veel groter op YouTube en heb je in 1 keer 1000 kijkers. En dan wil iedere kijker dolgraag bij jou een potje Left 4 Dead 4 spelen. Of Left 4 Dead 2, wat je maar met z'n vieren kan spelen. En dat kan niet met 1000 man, want dan moet je 250 potjes doen. Nog zelfs meer, want jij bent een van die 4 mensen. En toen is eigenlijk al het idee begonnen van, weet je wat, we openen gewoon een Minecraft server. Als je dan de vraag krijgt, hey Rick, kan ik met jou gamen? Dan zeg je, nou hey, kom naar mijn Minecraft server. Daar zit ik vaak in. En zo is het eigenlijk gegaan. Alleen het probleem wat ik eigenlijk altijd heb gehad met Minecraft servers is, zo'n Minecraft server is gekoppeld aan mijn naam. Zo nu dus ook, de Serpent Gameplay server. Ik weet niks van Minecraft servers. Ik kon vroeger, zeg maar, toen je nog lokale LAN games had voor mensen met een cracked account, weet je wel, Hamachi en zo, kon ik wel een Minecraft servertje opzetten. Dat kon ik, weet je wel, maar dat hield het ook wel op. En als je dan een server wil, survival voor 100 man, dan krijg je mensen die gegriefd zijn. En als iemand gegriefd wordt, en zijn huis is weg, en zijn diamonds, naar wie komen ze dan? Rick. Deze jongen is dan de pineut, want het is zijn server. Het is de Serpent Gameplay Minecraft server. Als jouw huis dan kapot is, is Rick van Serpent Gameplay een klootzak. En op een gegeven moment ben ik daarom ook een heel tijdje gestopt met een eerdere server die we al hadden. En toen op een gegeven moment heb ik gezegd op Twitter van, hey, is er nog iemand die met mij een server kan maken die wel gewoon werkt? En toen kwam ik eigenlijk bij Remco, Money Remco. En we hebben heel lang die server gehad. En dat was hartstikke leuk allemaal. Maar wat voor mij gewoon een probleem is, Minecraft is gewoon stront. Het update de hele tijd, dingen veranderen. En die server is weer offline, weet je. De laatste tijd is de server gewoon vaak offline. En ik vind dat gewoon irritant. Ik wil mijn naam daar niet meer aan binden, snap je? Ik wil mijn naam niet binden aan iets wat de hele tijd offline is. In mijn deathmatch serie heb ik het over, nou, dan komt deze minigame weer. En als je dat nu kijkt, mijn deathmatch video's, dat klopt helemaal niks meer wat daarin gezegd wordt met de server, weet je wel. De server had iedere maand een nieuwe hub. Was het nodig? Nee, hadden we het? Ja. En ja, uiteindelijk heb ik dan toch echt de pijnlijke beslissing genomen om gewoon te stoppen met de server. Ik vind het gewoon, het is niet van mij. Het probleem is, ik kan niks met Minecraft. Ik weet niet hoe ik kan dit soort dingen, deze machine hier, met al die gekke blokjes die omhoog gaan, die heb ik gebouwd. Het is een heel gek ding. Die heb ik gebouwd. Maar ik kan niks met code. Ik kan helemaal niks. Ik kan helemaal niks met code. En dat is kut. Want iedere keer als er dan wat kapot is in de server, dan kan ik dat niet zelf maken. Dan moet ik naar iemand anders toe. En dan duurt het weer 3 dagen voordat het heel is. En dat vind ik gewoon niet fijn. Ik vind het gewoon niet fijn om, kijk, dit is trouwens de redstone die erachter zit. Ik vind het niet fijn om iets op mijn naam te hebben staan dat niet werkt. Ik ga alvast zeggen, met Minecraft servers, in principe zit er superveel geld in. Zoals wij verkochten dan ranks voor 15 euro. Dat was echt de beste rank voor altijd. Je hebt ook zat servers in Nederland die verkopen ranks van 30 euro per maand. Dat is veel geld. Wij hebben er nooit veel geld mee verdiend. Want we waren superveel geld kwijt aan hosting. 80 euro per maand. Dat is ongeveer het complete geld dat we verdienden met de server. Dat ging bijna al in de hosting. Vooral de laatste tijd waar we echt ongeveer kiet speelden. Als het niet minder was. 80 euro per maand. Waarom was dat 80 euro per maand? Omdat ik niet wilde dat de server offline was. In het begin hadden we een gratis servertje, gewoon van Freeze. Freeze is een hostingbedrijf en die hadden zoiets van, hey Rick, als jij gewoon een Freeze logo in beeld gooit, dan krijg jij van ons gratis die server. Super tof. Alleen, die server werd dan gededost. Was de server weer offline, weet je. En ik wil dat niet. Als iets op mijn naam staat, als het de naam Serpent Gameplay draagt, wil ik gewoon dat het goed is. Want mensen gaan dat associëren met mij en ik heb geen controle en dat vind ik verschrikkelijk. Ik vind het niet fijn om iets uit handen te geven waar mijn naam op staat. Ik wil de controle daarover hebben, weet je. Controle is heel fijn over dingen met je eigen naam. Ik zou nooit een gamekanaal beginnen genaamd Serpent Gameplay en dan andere mensen erop te uploaden en niet eens iedere video kijken, weet je. Ik wil controle. Als je gasrollen doe,
Het is fijn dat je download de gasrol. Kijk die eerst helemaal. En dan zeg je, nou, die vind ik goed. Controle, maar op een Minecraft server. Krijg ik berichtjes. Hé, Rick. Piet hackt. Krijg ik dan Twitter binnen. Weet je, dat gebeurt wel eens. Nou, die username hackt. Denk ik, oké. Ik weet niet of hij hackt. Ik kan dat niet checken. Ik kan wel Piet nu wel willekeurig gaan bannen. Maar misschien hack jij wel. En, weet je, dat is... zo irritant, dat geeft voor mij zoveel stress. Het begon eigenlijk gewoon als een plekje waar ik kon zeggen, hey Rick, ik wil graag met je gamen. En ik zei, nou kijker, kom naar de Serpent server. En het eindigt eigenlijk alleen maar in stress. Voor mij, want dit is niet goed en dat is niet goed en dat draagt mijn naam. En daarom heb ik eigenlijk op een gegeven moment maar gewoon gezegd, ik gooi de server dicht. Maar ik heb wel een heleboel mensen die een rank gekocht hebben ooit. Een rank om dus eigenlijk ervoor te zorgen dat ik de hostingkosten kan betalen. En die mensen wil ik niet benadrukken. Dat is het nadeel, als je ranks per maand verkoopt. Kan ik nu gewoon zeggen, nou ik laat de server nog een maandje aanstaan. Alles is klaar over een maand. Alle ranks zijn vervallen, want die gaan toch per maand klaar. Maar dat heb ik niet. In principe is het serpentje rank op die server is een rank dat voor altijd geldt. Eigenlijk zolang de server bestaat. Dus ik kan in principe gewoon zeggen, hé jongen, doei met je rank. Maar er was bijvoorbeeld iemand, voor mij hebben al 2 weken geen ranks meer verkocht. Maar 2 weken geleden is er iemand die voor het laatst een rank heeft gekocht. En ik vind dat lullig om te zeggen, hé man. Heb jij nou even een flink potje pech? Ik ben trouwens heel trots op deze machine. Als het goed is, hoort hij te werken. Oh, dit stukje redstone is kapot. Wacht, dat gaan we even fixen. Ik vind het lullig om te zeggen. Hé man, leuk dat je dat gedaan hebt, maar doei. Leuk dat je een rank hebt gekocht waar je nu eigenlijk helemaal niks mee kan. Doei. Nee, dat wil ik niet. Dus ik ga achter een manier aan om dat te compenseren. Ik heb momenteel een complete backup van iedereen die de afgelopen jaren een beetje ooit iets van een rank heeft gekocht op de server. En ik wil iedereen die in ieder geval een vast rank, een VIP rank dan, die 4 euro ranks, dat is allemaal te vermoeden. Ik moet alles handmatig gaan overtypen namelijk. Iedereen die dus 15 euro heeft gedoneerd zodat de server kon bestaan qua hostingkosten, ga ik compenseren. Misschien gooi ik gewoon een survival wereldje open. Flikker iedereen die ooit een rank heeft verkocht op de whitelist en ik ga er een paar keer op streamen, weet je wel. Niet dat jij je keihard genomen voelt, maar iets minder hard genomen. En ja, nu heb ik natuurlijk al een beetje ruzie met Remco, de originele maker van de server. Want ja, die moet ik opeens vertellen van, ja, sorry Remco, ik heb gewoon geen zin meer in. En dan kom ik dus zojuist tegen op Twitter. Dat is eigenlijk de reden waarom ik meteen deze video maak. Ik wil hem eigenlijk morgen doen. Lekker duidelijk in 3 minuten van bam, bam, dit en dat. Dan gaan we naar Twitter toe. En wat is Remco nou toch allemaal weer aan het tweeten, jongens? We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd naar Remco's reactievideo. Als hij die wil maken, ik heb geen idee. Ik probeer Remco ook totaal niet zwart te maken hier, hoor. Ik vind het alleen... zo onprofessioneel. En dat is ook hoe ik voel met mijn server als hij offline is. Kijk, je mag, dan hoor ik van Remco dingen zoals, ja, ik ben we zijn bezig met Deathmatch 2.0. Ja, oké. Maar kun je terwijl je bezig bent met Deathmatch 2.0 niet Deathmatch 1 gewoon aan laten staan? Weet je dat? Oh, blijkbaar ligt mijn internet er half uit. En dan praat ik met Jordi, die ook heel veel weet van Minecraft. En die zegt, ja, dat kan gewoon. En dan kom ik bij Remco en die zegt, dat kan niet. En dan zit ik tussen 2 mensen in. Die veel meer weten van Minecraft dan ik. Heb ik zoiets van, ja, wat is nou de waarheid, weet je wel? Dus ja, hopelijk heb ik niemand helemaal kapot gemaakt hiermee. Het is natuurlijk voor de meeste spelers gewoon een gratis iets geweest. Dus die kunnen sowieso niet al te boos zijn. Het is gewoon, ik vind het niet fijn om zoiets te hebben als het iedere keer verkeerd gaat. Als de server gewoon aanbleef, gewoon goed, dan was ik tevreden. En als ik dan zeg, hey Remco, dit is niet goed. Kun je het even fixen? Dan hoor ik, ja. Zoals ik heb de laatste paar deathmatch video's, kon ik mijn items niet enchanten. Dat was gewoon een bug. En dan kom ik naar Remco toe. Hey Remco, waarom kan ik mijn items niet enchanten? Ja, kom ik achteraan. Wil ik weer een video opnemen even later? Is het nog steeds zo? En dat is irritant, want dan loopt mijn YouTube is de manier waarop wij spelers krijgen. Als ik geen spelers heb voor de server, dan zijn er geen mensen die een rank kopen. Maak ik 80 euro per maand verlies. Winst maak ik sowieso niet meer de afgelopen tijd. Ik zou het kunnen doen. Als ik zin had in geld, had ik gewoon iedere dag een servervideo gemaakt. Had de server boordevol spelers. Had ik die servervideo's op Serpent Gameplay gegooid in plaats van Serpent Game 2. En dan heb je gewoon heel veel spelers en dus heel veel monies. In ieder geval makkelijk genoeg geld om de hosting te betalen en nog een lekker zak centje over te houden. Had ik kunnen doen. Wat de fuck heb ik hier gebouwd? Goeie vraag. Ah, geinig. Oké. Voor mij staat de Minecraft geluid trouwens een beetje hard. Ik ga het wat zachter zetten. Hou je back Minecraft. Dus dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ik vind het gewoon niet fijn om iets te hebben wat niet werkt. Net zoals ik had ooit een website. Een hele lelijke website. Serpentgameplay.webs.com ofzo. En dat was gewoon lelijk. En dat liep iedere keer achter. En dingen waren outdated. En dat was dan door Cedric de Internetbelg. Een goede vriend van mij. En dan kunnen we net zo goede vrienden zijn als altijd. Alleen als het niet werkt, wil ik het gewoon niet. Ik wil geen dingen bij me hebben. Het Halloween thema stond er zeg maar met kerst nog op.
In principe was het best lachwekkend. Alleen daardoor kom ik super onprofessioneel over. Zeggen ze, Rick, je site is stom. Terwijl het is niet mijn site. Ik heb een mannetje. En die zegt, hey, maak die site voor me. En ja, je moet het begrijpen dat voor mij is dat gewoon heel kut. Om je naam aan iets gekoppeld te hebben wat niet werkt. Dus dat is eigenlijk de reden dat de server offline gaat. Misschien komt de server ooit weer terug. Daar durf ik helemaal niks op te zeggen. Maar er gaat in ieder geval binnenkort iets komen om de mensen die in ieder geval ooit een rank hebben gekocht. En daarmee het bestaan van de server hebben geboost. Wil ik compenseren. Ik wil die gewoon even zeggen van hey, bedankt. Ik wil niet dat zij de slachtoffers zijn uiteindelijk. Wat kan ik er nog meer over zeggen? Ja. Het spijt me gewoon heel erg. Achteraf had ik liever gewoon nooit met de server begonnen. Want het is ook zoveel stress. Ik kom soms thuis en denk, nou, wat zal ik opnemen? Zal ik Mario Sunshine opnemen waar ik heel veel zin in heb? Of zal ik een video maken over de server? Zodat ik niet zo meteen weer €80 moet betalen uit eigen zak. Omdat we helemaal geen spelers hebben, weet je? Dat wil ik niet hebben. Het is zoveel gezeik. En dan komt Remco weer naar me toe van, ja, Rick. En dat is niet, dit is echt totaal negatief tegen Remco. Ik hoop ook niet dat mensen hem nu lastig gaan vallen hiermee. Maar dan kijk ik weer van die dingen zoals, ja, Rick. Iemand heeft ons IP of zo. Want iemand anders heeft ooit ons geholpen met IP. Een of andere Thomas-gast. En die wil hem niet geven, Rick. We hebben het IP niet, dus we moeten een nieuwe site. En we hebben een nieuwe IP nodig. En dan heb ik een probleem. Ik heb 500 video's waarin de beschrijving staat. Kom naar mijn server. Het is play.serpentgames.nl. En het probleem is dan. Dan gaan mensen naar play.serpentgames.nl. Want dan staat in de beschrijving van mijn video's. En dan staat er de server is down. En ik zeg, what the fuck, Rick? Weet je wel, dan komt het dus op neer. We moeten een nieuwe IP. Dat was eigenlijk de reden ook van mij triggerde van, weet je, ik heb er geen zin meer in. Ik moet een nieuwe IP. Maar dat betekent dus dat ik in ongeveer 500 à 1000 video's een verkeerd IP in de beschrijving heb staan. Als ik dat wil veranderen, ben ik gewoon meerdere uren kwijt om wat aan te passen. Heb ik geen zin in. Dus ja, hopelijk heb ik een beetje een beeld gegeven van hoe en wat. Ik ga daar eens even wat meer dingen laten zien die in deze wereld afspelen. Het is een hele toffe wereld namelijk. Hoe had ik dat ook alweer? Ja, precies, hè? Ja, precies. Kijk, het werkt zo. Dus ja. Ik weet niet wat ik echt precies op wil zeggen. Het spijt me gewoon heel erg voor iedereen betrokken. In principe heb ik het project nu aan Jordi gegeven. Jordi gaat proberen Deathmatch terug te brengen. Deathmatch was dan echt een minigame waar ik echt van hield. Dat was echt een fantastische minigame. Ik raad je ook zeker aan de Deathmatch video's te kijken. Op Serpent Game 2. Deathmatch is een minigame die Remco en ik hebben gemaakt. Ik had eigenlijk een idee van, weet je wat? Ik wil eigenlijk een PvP iets, maar ik wil toch ook een beetje anders. En zo is Deathmatch ontstaan. En tot vandaag de dag vind ik Deathmatch een super toffe minigame. Dus ja. Shout-out naar mezelf daarvoor. Ik ga hier bij het plafond eruit. Ik wil voor dit mooie laten zien. Ja, dan zie je de ingang met het water. Dan kom je hier en dan doe je zo. En dan loop je de berg op. Denk je, oh, wat moet ik nou toch doen op die berg? En precies op het allerlaatste moment drukken de pressure plates in. En deze pressure plates zijn hier zodat de blokjes kapot vallen. Ging je hierheen. En er lag dan iets op volgens mij. Een blokje. En die moest je dan vervangen door een ander blokje op te gooien. Of daar moest hem. Oh ja, wacht, ik weet het alweer. Hier zat een blokje zand op. Ja, dat was het. Daar zat een blokje zand op. En dan pakte hij de prijs. Een standbeeldje of zo. En dan viel dat blokje daarop. En dan ging hier lava naar beneden. Dus je moest heel gauw naar de volgende kamer. Leuk hè. Hier waren voor mij allemaal dingen die arrows bleven schieten. Als je niet de knop omhaalde. Even checken. Ik weet het niet meer, joh. Het was in ieder geval best wel gein. Ik ben hier best trots op. Tot hedendaags ben ik hier best trots op. Hier valt het water open. Dan was hier een geheime kamer en shit. Maar het gaat niet meer over de server. In ieder geval, de server is voor nu dicht. Puur niet haten op mensen. Maar de server is gewoon niet zoals ik wil dat die is. En ik kan wel gaan pushen en ik kan wel gaan zeuren. Maar dan is er weer een nieuwe Minecraft update. En dit en dat. Minecraft servers zijn gewoon superveel gezeik. En sommige mensen houden ervan, zoals Jordi, die boeit het allemaal niks. Die betaalt ook iedere maand gewoon zonder moeite die server uit zijn eigen zak. Alleen, ik heb daar gewoon niet zo'n zin in, want ik speel daar ook amper op. Iedere video op Serpent Game 2 kwam met de belofte, nou, nu heb ik vakantie, nu ga ik lekker veel op de server spelen. Maar dan deed ik het weer niet. Of dan had ik weer wat anders te doen, omdat ik YouTube-video's maken toch leuker vind dan de hele dag in mijn eigen server zitten, weet je wel. En dan vind ik... Ik ben gewoon heel erg van doe het goed of doe het niet, weet je. Dat is het vooral. Ik ben gewoon van doe het goed of doe het niet. En als het dan niet gaat zoals ik het wil en ik kan dat zelf niet veranderen, dan houdt het op voor mij. Dat is het fijne met YouTube. Als iets niet gaat zoals ik het wil, is mijn YouTube-account. Ik kan gewoon zo mijn video's updaten. Als ik mijn webcam niet lelijk vind, koop ik gewoon een nieuwe webcam. Dat is het fijne en dat heb ik gewoon bij Minecraft servers niet. Dus ja, en dan hoorde ik ook weer dingen zoals mods. Oh ja, Rick, jouw mod die doet in Deathmatch Diamond Armor spawnen. En het komt dan zo onprofessioneel over. Of dat een mod spelers uitschelden. Dat je echt denkt,
als je dat ook maar tegen iemand zegt. Ja, Rick's en Minecraft-server schelden mod-spelers uit. Dan word je gewoon uitgelachen. Dan ben ik een sukkel, een gigant. Waarom neemt Rick die mods aan? Ik ga daar niet over. Dus ja, hopelijk heb ik een beetje mijn perspectief op dit hele gezeik uitgelegd. Dat spijt me echt heel erg. Überhaupt, ik heb gewoon echt spijt dat ik de server begonnen ben. En maar ik daar zoveel... Uiteindelijk, ik heb zeker leuke tijden gehad op de server met de video's die ik heb gemaakt. En ik heb ook hele leuke mensen ontmoet. Maar ik ben er toch echt een beetje klaar. Het is gewoon zoveel stress. Ik lig er echt wakker van. Ik kom gewoon terug. Net van het station denk ik, shit, ik moet een video opnemen. Of shit, ik moet achter dat nieuwe IP aan. Of ik moet die bellen en dat en dit. En dat wil ik niet. Ik word te veel afgeleid van mijn passie wat gewoon YouTube-video's maken is. Het is niet dat ik dus de server plat gooi omdat ik er geen geld meer mee verdien of zo. Omdat ik bakken met geld wil verdienen. Want ik kan nu gewoon... Ik had deze video heel groot. Ik heb al een paar video's gehad dat ik het logo, dat ik het IP in beeld zet. Heel willekeurige Minecraft-video's. Ik had gewoon iedere dag een 5 minuten video kunnen doen. Gewoon één potje Skywars. Gewoon één potje van 5 minuten. Iedere dag heb ik in één dag neem ik 100 potjes Skywars op. Een paar uur tijd. Zet je allemaal op gepland, weet je. En dan liep de server helemaal vol met mensen momenteel. Om gewoon iedere dag te promoten. Maar dat wilde ik niet. Dat wilde ik niet. Ik deed het gewoon een beetje rustig aan. Als ik zin had om deathmatch te spelen, dan nam ik een deathmatch op. En daar bleef het bij. En dat is ook de reden dat de server nooit echt groot is geworden. Maar dat maakt me ook niet uit. Want ik ben ook nooit echt tevreden geweest over de server, denk ik. Dus ja, dat was het. Geen haat naar ook maar iemand. Eigenlijk alleen haat naar mezelf en hoe ik ben. Dus ja, hopelijk kunnen jullie het een beetje begrijpen. En ik kom nog iets voor de mensen die ooit een rang gekocht hebben. Omdat ik die toch niet te genaaid wil voelen. Van, ah, godverdomme Rick. Ik wil mijn geld terug of zo, weet je wel. Dat niet. Ja. Ik vind het zelf ook gewoon echt heel jammer. En dan zie je van die Remco over de dingen tweeten. Ja, je hebt me genaaid. Ja, Rick heeft me genaaid. Ja. Terwijl, ik vind het allemaal best wel meevallen. Het is jammer, het is heel jammer. Ik vind het zelf ook jammer. Maar ja, soms moet je gewoon keuzes maken. En ik ben van echt van mening dat dit de beste keuze is momenteel. Dus ja, heel erg sorry voor iedereen die graag op de server speelde. Er komt iets. Gewoon iets, weet je, wie weet flik ik gewoon de survival wereld open. Niks pluggen, zat je gegriefd, mijn BMA gegriefd. Dat kan ik wel namelijk. Gewoon vanilla Minecraft opengooien, 1000 man erin op, oké. Ik weet het echt nog niet. Maar er gaat nog iets komen ooit. En ja. Laten we gewoon lekker wel samen blijven gamen. Via Steam en shit. Dat komt nog wel. Ik fix nog wel een keer wat, jongens. Dus ja. Hopelijk heb ik niemand in tranen hier, behalve mezelf. Valt ook wel mee, hoor. Ik moet even dramatisch doen. Heeft iedereen medelijden met me? Nee, ik vind het wel echt heel jammer dat ik dit moet doen. Dus ja. Ook sorry naar alle mensen die mee hebben geholpen aan de server. Zoals Remco. Sorry dat het zo moet gaan, maar ik ben er gewoon niet tevreden over. Al een tijdje. En dan moet je toch op een gegeven moment de knoop doorhakken. Ik heb geen zin om te trekken aan een dood paard, zoals dat heet, weet je wel. Ik kan nu wel gewoon lekker weer video's gaan maken van Deathmatch. Zeggen, ja, over een maand gaat die open. Als je wilt kijken naar de Twitter, we hebben een Twitter-account. En dan zitten van die dingen zoals, hey, morgen, dat is echt... Je kan gewoon al zien hoe ruk het is aan het Twitter-account. Oh, woensdag gaat de server weer open. Is het woensdag? Ah, zaterdag. En dan zaterdag. Oh nee, technische fout. Zondag. Oh nee, oh shit. We moeten nog even dit updaten. Oh, dan komt hij niet. Ja. Ik vind het gewoon heel irritant om te zien. Dus ja. En dan komen mensen weer in. Ja, ik heb alles al gezegd. Ik ben er gewoon mezelf aan te halen momenteel. Wel een mooie wereld, hè. Die redstone wereld, dankjewel. Alleen, waarom werkt dit niet? Heb ik dit weer niet aangesloten? Dit heeft iets... Ja, dit heeft te maken met... Zeg maar... Huh? Hoort hij, zeg maar, blokjes omhoog te komen. Het is, zeg maar, een springpad tussen blokjes. Alleen de blokjes gaan niet omhoog of zo. Heb ik ze eruit getikt? Moet een extra blokje op? Shit. Probeer het, Rick. Ik denk dat er echt een extra blokje op moet. Ik ga het proberen. Dus hier moet een extra blokje. Gaat hij nu ook weer weg? Ik weet het niet. Zo, daar een blokje. Ik weet niet precies hoe dit werkt, maar het is wel heel mooi. Het is wel heel mooi. Nee, daar zit geen blokje. Er zit hier ergens een paar blokjes. Maakt niet uit. Jongens, bedankt voor het kijken van deze video. Nogmaals, het spijt me. Er komt dus nog ooit weer wat. Maar voor nu ben ik er zelf gewoon even klaar mee. Het bezorgt me te veel stress. Het liefst zou ik gewoon een project uit handen geven. Hier, ik is de server. Maak er lekker video's over. Speel lekker met je kijkers. Klaar. Maar er komt gewoon veel meer bij kijken dan ik dacht. En ik heb er zelf ook al een wijze les van geleerd. Ik moet gewoon niet te veel gaan bemoeien met dingen waar ik geen reet van snap. Hetzelfde voor websites. Ik ga nu wel weer proberen een nieuwe website te maken binnenkort. Echt een goede website met iemand die ook echt websites maakt. Wat hij dagelijks doet, zeg maar. Hij weet dingen van websites. En natuurlijk iemand die ik persoonlijk ken. Niet iemand aan de andere kant van Nederland. Ik weet niet waarvan ik niet eens weet waar hij woont en wat hij voor de rest doet.
Gewoon echt iemand die ik ken. Dicht bij mij. En dan gaan we samen gewoon lekker een keertje zitten met een kop koffie en een kop thee en een spuit heroïne en een lekkere website in elkaar flansen voor Serpent Gameplay. Dat gaan we doen. Dus ja, hartstikke bedankt voor het kijken van deze video. Ik herhaal veel dingen, maar dat is niet erg, vind ik. Hier is een bedje. Maar ik kan alleen 's nachts slapen, dus bedankt voor het kijken, jongens. Kusjes van mij.